In Alteveer strijden de dames om de nationale titel korte baan. De nummers 1 en 2 van vorig jaar ontbraken en dus moest de organisatie het doen met onder andere Bente van den Berg, Monique Kleinstra, Bo van der Werf en Leslie Koen. Laatstgenoemde werd vorig jaar nog derde en geldt ook dit jaar als de te kloppen vrouw. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist in de laatste rit, waarin Leslie Koen het opnam tegen Bente van den Berg. Uiteindelijk wist Leslie Koen een spannende strijd in haar voordeel te beslissen en werd zij nationaal kampioen korte baan. Het was heel spannend, naar de finale tegen Bente. Nou, ik wist het al dat het kilo zou worden, maar op karakter, hè. Op karakter gewonnen? Ja, dat denk ik wel. Het was niet het mooiste schaatsen, maar als het maar hard gaat, daar gaat het om. Je was favoriet voorafgaand aan de wedstrijd. Heb je dat zelf ook zo beleefd? Nou, ik wist al dat ik een van de kanshebbers was. En ik heb mezelf ook een beetje die druk opgelegd. Ja, eigenlijk moet je gewoon winnen. Je hebt jezelf druk opgelegd. Brengt dat ook spanning met zich mee? Nou, als de korte baan zijn iets minder als een stel in één keer sprinten, wat dan ook. Maar ja, ik heb die spanning ook nodig. Het komt er nu echt op aan en alles moet goed zijn. Dus, waarom is de korte baan zo leuk? Nou ja, moet je wel kijken om je heen. Op natuurreis. Het echte sprinten, het pure volle bak gaan. En daar ben ik goed in. En ik vind het is gewoon een mooie omgeving. Dus het is een mooie wedstrijd. Je bent heel blij. Ik ben blij, zeker.